Welkom, lieve weegschalen en crosswatchers. Ook als de titel je aanspreekt, kan dit jouw reading zijn. Ook al heb je geen weegschaal in je zon, maan, Venus of ascendant. Dankjewel dat je kijkt, lijkt, deelt, abonneert, doneert. Ik voel wat weerstand. Kan zijn dat je door iets moeilijks bent gegaan. Dat je hebt gebatteld en dat er nu uiteindelijk opluchting volgt. Dingen die jou blokkeerden, dat gaat helen. Of dat er in ieder geval iets wat vast zat, dat lijkt te gaan stromen. Dat is wat ik doorkrijg voor jullie. Dankjewel voor het liken, delen, abonneren, voor de vele nieuwe abonnees, donaties, vele verzoeken voor privé-readingen, coaching, healing, begeleiding en natuurlijk dankjewel ook voor alle positieve reacties onder de diverse readingen op de verschillende kanalen. Ben je nieuw? Kijk even of het resoneert. Het helpt als je je abonneert. Het is trouwens gratis voor alle kanalen. Dan ben je namelijk energetisch verbonden met mijn kanaal of kanalen. Ik ben een channeler, dus later vroeg dan pik ik ook jouw energie op, waardoor de reading meer en meer met je overeenkomt. Ik denk dat jij of iemand anders zijn of haar nek gaat uitsteken in een situatie. Dit is een soulmate. Het kan zijn dat iemand nu wel bereid is met je samen te werken. Het kan zijn dat iemand nu wel dat het nu wel lukt, omdat iemand in een vernieuwde energie zit. Het kan ook zijn dat iemand gewoon inzichten heeft gekregen, of jij hebt die inzichten gekregen. Meer zelfvertrouwen hoor ik, waardoor het nu wel gaat stromen tussen jullie. En dat het ook op een hele natuurlijke manier vorm gaat krijgen. Wat mogen wij voor die weegschaal weten? Dit is de oude energie. Je had het gevoel van, dit wordt niks meer. Het gevoel ook te moeten opgeven. Maar op het moment dat je dacht van dit wordt niks meer, op dat allerlaatste moment komt er verandering met kaart 5. Voor sommigen zit je al midden in die verandering en voor anderen zie je de eerste signalen. Waar zit je eigenlijk nog vol ongeloof? Dit is een cadeautje van het universum. Omdat jij gewerkt hebt aan je onafhankelijkheid, wat ik net zei, het heeft met zelfvertrouwen te maken. Ik denk dat jij heel veel geheeld hebt. En ik denk dat daarom dit op je pad komt. Een nieuw leven, een nieuwe mindset. Heb er vertrouwen in met de fates dat dit gaat werken. Want het is kaart 8 en 8 gaat over werken en samenwerken. Kan zijn het werken of samenwerken met een partner of dat het echt over werk gaat of het samenwerken met het universum, het goddelijke of de kosmos. Wat mogen wij weten over orphanage? Dat is de periode van waar je uitkomt. Ja, ik heb het gevoel dat jij steeds meer signalen gaat krijgen van dat iemand in de meewerkstand komt met kaart 8. Of dat dingen met je in de flow komen. Waardoor je dus in beginsel misschien het niet al te veel vertrouwt, maar op een gegeven moment zie je gewoon van dit gaat steeds beter. En dan ga jij daar ook in mee, waardoor die energie versneld raakt. Dit is een cadeau van het universum om jou te belonen. Kan wel zijn dat je er heel lang op hebt moeten wachten met deze schildknaap van, de ridder van munten. Heel lang over gedaan. Kan zijn dat je veel weerstand hebt gehad. Kan zijn dat je toch iedere keer weer in hetzelfde verviel, wat het dan ook is. Je gaat daar een einde aan maken. Het is een moeizame, lange, pijnlijke periode geweest, maar er staat hier een nieuw begin. Wat wij weten over dat nieuwe leven.
voor de weegschaal. Je hebt heel veel geduld gehad, heel veel geheeld en daardoor komt nu jouw wens uit. Het kan zijn samen met een boogschutter of je hebt een sterk boogschutter, lieve weegschaal, in ergens in je plaatsing. Vertrouwen hebben. Het kan zijn dat jij iemand bent die over deze situatie heel lang heeft nagedacht. Het gevoel, ook het gevoel had van nou, ik kom hier niet meer uit. Er komt geen oplossing. En voor je het weet, door die zelfvertrouwen, door die verandering, dat je ook uit dat hoofd mag raken. Wat mogen wij nog meer weten over die acht van staven? Duidelijk een beslissing gemaakt om positief naar de toekomst te kijken en het oude los te laten. Het wachten is voorbij. Ik denk dat door zelfliefde, zelfvertrouwen, dat je daarom nu dit cadeau van het universum gaat krijgen. Recht op een nieuw leven. Dit is wat je achter je laat. Pijn, verdriet, leugens, bedrog. Je hebt geheeld, je bent terug in balans. Je hebt dus die, je hebt gewacht tot het moment daar was. Dus je hebt ook vertrouwen gehad in het universum. Van nou, wanneer het zover is, dan komt het op mijn pad. En dat vertrouwen zien we hier terug. Vertrouwen van dat je wens uitkomt en daar komt hij dan ook. Voor de meeste van jullie is dat een vorm van stabiliteit. Dus het kan zijn dat je gaat doorbreken en succesvol wordt met je eigen bedrijf of met je werk. Dat je daarin gaat floreren. En voor anderen is dat dat een bepaalde relatie meer stabiliteit bereikt. Of dat de connectie naar het volgende level gaat. Wat het dan ook is, het gaat je heel veel stabiliteit en zekerheid geven. Een einde aan stagnatie. Mogen wij nog meer weten? Ja, je hebt al die tijd. Ben jij vertrouwensvol geweest richting het universum van het komt goed. Alleen ik heb gewoon wat geduld nodig. En die geduld die wordt nu beloond. Je intuïtie heeft jou al duidelijk signalen gegeven dat het eraan zit te komen en dan is het ook daar. Het kan zijn dat je een mooie wereldreis gaat maken of een mooie trip met elkaar. Het kan zijn dat je je geluk of je succes gaat vieren met collega's of jij met je gezin. Of dat je lekker gaat borrelen, voor sommigen een babyborrel, wat het dan ook is. Succes, vertrouwen, stabiliteit, al dan niet met familie. En natuurlijk mensen die hele goede vrienden zijn of jouw naasten kunnen natuurlijk ook als familie beschouwd worden. Wat nog meer? Je gaat eindelijk geluk zien. Wat dan voor jou dat voor betekenis heeft. Want ja, het is een algemene reading. Maar je komt dus uit pijn, gebrek, verdriet. En je gaat richting wensvervulling met de 10 van bekers. Je laat het oude achter je. Wederom een kaart van achterlaten. En dat je dus bereid bent te werken met kaart 8 aan dat nieuwe begin, het nieuwe leven. Je staat er voor open. Eindelijk weet je dat je het waard bent. En je bent ook bereid om, om te ontvangen. Het kan ook zijn dat je dus al die tijd niet durfde te ontvangen. Mijn keelchakra gaat dicht, dus dat zou het best wel eens kunnen zijn. Dat je het gevoel had dat je het niet waard was. Of dat het niet voor jou weggelegd was. En dat je nu weet van ik mag ontvangen. Dit is het waard. Dit is mijn wensvervulling. Dit verdien ik.
Dit krijg ik door mijn harde werk. Het kan een overwinning zijn, een promotie, succes in het werk. Of gewoon dat je voelt dat je medewerking krijgt van iemand of van het universum. Blij, geluk, maar ook inzichten in een bepaalde situatie. Zodat je deze cyclus achter je kunt laten. He, bereid zijn om te knokken voor dat nieuwe leven. Alles op alles zetten. En het oordeel. Het is gewoon de tijd om dit te mogen ontvangen. En jezelf te verlossen uit een moeilijke situatie. Of uit een moeilijke cyclus. En je gaat dus voor winst, overwinning met de zes van staven. Duidelijk die keuze maken voor de toekomst, die transformatie, een nieuwe begin. Dit is ook de waarheid, balans. Dus het ziet er goed uit. Voor sommigen is dit dus de ware voor je. Een connectie die in balans komt, een relatie. Voor sommigen is dit dat na vele pogingen van IVF dat je zwanger raakt. Voor sommigen een succesvolle carrière of promotie. Een samenwerkingsverband met iemand wat heel succesvol en heel lucratief zal zijn. Wat het dan ook is, ik wens je heel veel succes hiermee. Namaste.